Voilà. Kohler komt nog eens. Doks krijgt nog een drinkbus. Veugelen, dat moet je hem niet vragen. Veugelen houdt van dit werk. Kan dit ook. We gaan toch nu naar die checkpoint sprint. Op de Vroenhoutse weg. Volgens het traagst voorziene schema moesten we daar voorbij komen om 3:57. Dat gaan we min of meer halen. Dus dan rijden we aan een gemiddelde snelheid van 40 km per uur in deze etappe. Ze zijn het een beetje aan het optrekken. Hè. Het was in het begin, toen we de uitzending begonnen, zaten we ongeveer op 39. Dan hebben ze toch een klein beetje van een schade ingehaald. Spilevski trekken. En hier gaat Doks, die er nog net zijn wiel voor plaatst. Dat kan de rest wel hebben, want mocht ook al die eerste mee pakken. Spilevski beukend nu. De Rus. Uit Moskou is hij afkomstig, Boris Spilevski. Wordt er eind augustus 30, toch ook al. En zoals gezegd, aan zijn eerste jaar bij Aje de Zijre bezig. Dit seizoen nog niet zoveel in actie gekomen. Bij ons in het voorjaar driedaagse van West-Vlaanderen gereden, maar daar eigenlijk geen prijs kunnen pakken. We herinneren hem wel nog. Ronde van België, 2008. Ja, inderdaad, Ronde van België. De dag 10 een aankomst. Ja. Valpartij of een aankomst bergaf. Verrassende winnaar. Tijdje moeten zoeken wie de winnaar was. En dan uiteindelijk toch Boris Spilevski. Of een wedstrijd die in de finale ontsierd werd door een zware valpartij. Dat was de tweede etappe toen van de Ronde van België. Met zoals gezegd aankomst in Tienen. Spilevski, de winnaar. Zijn grootste overwinning misschien wel uit zijn carrière. Voor het overige Qinghai Lake. Heel veel etappes. Ronde van China. Five Rings of Moscow. Ook zo een wedstrijd van begin erachter. Ja, maar je moet ze maar winnen. Hè? En in het begin van zijn carrière ook eindwinnaar plus. Twee etappes in de Flèche du Sud. Dat is in Luxemburg. Wedstrijd waar wel wat beloften ook aan de start komen. 1 en 10 op 30 kilometer van de streep. Dat is dus onbegonnen werk in principe. Ja, vooral omdat we nu stilaan richting plaatselijk parcours komen. Dus de renners draaien op het plaatselijke parcours op 21, laten we maar zeggen 22 kilometer van het eind komen we op de eerste 6,5 kilometer van het plaatselijke parcours. Dus die kunnen ze dubbel zien. Het werk van Topsport Vlaanderen, Mercator loont. Hier gaan we nog eens kijken naar dat spurtje. Met Doks die zijn wiel er net voor plaatst op de streep. Dan Spilevski, Zeiss. We krijgen Van Groen op 4 en Kohler op 5. Twee puntjes er nog bij extra. Ja, 25 punten voor Doks. Die had er al 13 in de eerste. Heel veel tuinbouwbedrijven hier ook in deze regio. Hier is ruimte. Ja. De man van Sky voor Apollonio, die dus na dit seizoen verhuist naar Aje de Zijre. We kunnen weer ons lijstje stilaan gaan bovenhalen, denk ik, met snelle mannen. Er zijn er nog wel wat die graag, maar wat graag willen winnen. Kittel, Bos hebben er nu eentje, maar met Boekmans hebben we toch al iemand genoemd, of een Hausler bijvoorbeeld, hebben we toch al iemand genoemd die nog wel een overwinning kan gebruiken.